welkom in Parijs. Zoals je al zag, hebben we vanmorgen gewoon even in het hotel gezeten en hebben we gedoucht klaargemaakt en zijn we nu in Parijs. En we zijn met het openbaar vervoer gegaan en we gaan nu lekker even brunchen bij Paperboy. Zin in! Oké, het was zo lekker daarbinnen, maar ik heb nog over, want ik zit helemaal vol. Ik had ook een chai tea latte dus en die was ook super lekker. Er was een Zico die had een espresso en het espresso kopje was zo leuk dat ik gewoon echt tegen Zico zei van oh, ik wil hem meenemen. Zal ik hem meenemen? Zal ik vragen of ik hem mag kopen? Maar dat hebben we niet gedaan. Ik had hem echt willen kopen. Hè? Waar ga ik heen? Daar ga ik heen. En waar we nu naartoe gaan, zie ik dat even opgezocht. We gaan naar het oudste plein van Parijs. Dat is ook wel heel erg cool. Van Frankrijk zelfs. Van Frankrijk. Daar gaan we nu naartoe. Ik ben echt benieuwd. Even wachten hoor. Voltooid onder Lodewijk. De 8e. Waar toen de stam wordt geplaatst van deze kant. Ik zie de aardstam. Dit was helemaal vroeger dan maar een paleis dit. Was dit een paleis? Ja, dit was de binnentuin. Cool. Ja. Als ik het goed begrijp. Kijk, dat is het altijd. Het is altijd wel leuk om naar mooie plekjes te gaan, maar dan wil je toch altijd een beetje weten waar je zit. Oh, inderdaad, het is een trouwerij. Kijk daar. The Bride. Een hotel. Een hotel? Hotel? Ja. Is hier een hotel? Dit is een hotel. Oh, hotel. Het was een hotel. Het was een hotel. Oh, dus dat is niet... Het was geen paleis. Oké, Zico. Nou, jongens, zwart zetten. Over bij de Kings. Dus het was wel van de koning. Oké. Zico heeft een probleem, dat wil hij oplossen. Dit is het probleem, hij heeft vlekken. En hij wil dus het t-shirt dat eronder zit over deze hoodie aantrekken. Want dat kan gewoon. Ben je niet aan het googlen of dat kan? Of? Ja. Serieus? Nee, toch? Ja. Oh my god. T-shirt over hoodie. Ja, maar kijk, liever dat. Jij hebt een maat S t-shirt aan. Ja, een beetje strakker. Ja. Maar we kunnen even kijken hoe het is. Gaan we dat echt doen nu? Ja. Dus je gaat nu in je blote bas staan. Ja. Op het paleis, wat niet het paleis is. Maar kijk, die mensen staan ook. Kijk, iedereen richt zich op de bruiloft. Dan kan ik echt wel even. Oh, je bent. Oh, oké. Nou jongens, gaan we zitten voor de show. Ik mag zo'n één opmerking maken. Hetzelfde met je schoenen. Oh ja, ik heb dus nieuwe schoenen. Verjaardagscadeautje van mezelf voor mezelf. En toen had ik ze aangetrokken. Toen zei ik, oké, nu mag je één opmerking maken en daarna nooit meer. Dus dat mag ik nu ook doen. Ik heb gewoon opmerking niet gemaakt. Nee, maar ik mag het wel. Ja, het kan gewoon, schat. Echt? Nee, liever. Dit is echt niet leuk. Maar ik vind het idee erg props voor jou. Maar dan moeten we dat t-shirt even in een 3 maten groter kopen. Volgende oplossing is een tas voor zijn buik. Maar helaas, je ziet het net. Echt, zie je het? Ja! Joh, wat maakt het uit? Nou, let's go. We gaan nu naar de Notre-Dame. Daar is Notre-Dame. Het is ook wel leuk om hier zo te zitten. Als het echt super lekker weer is, zal hij denk ik wel bomvol zitten. En ik heb deze natuurlijk ook weer mee. We zijn weg bij de Notre-Dame. Het was weer helemaal leuk en helemaal toeristisch. Het was fucking druk, maar ik vind het altijd leuk om toch nog eventjes te zien. En nu zijn we onderweg naar de Kilo Shop. Want ik hou van vintage shoppen en Zico niet. Ja. Ja. Ja.
een Burberry jas. Dit is een potlood Fenty jas. Nee, maar er zitten allemaal zwarte vlekken op aan de zijkant van de jas. Zitten er vlekken op? Ja. Ik heb tenminste ooit een Burberry jas aangehad. Je hebt ook een blouse toch? Ja, wat heb ik? Een blouse toch? Ik heb een Burberry jurkje, ja. Ja. Vintage ooit gekocht. Maar dit is echt zo'n iconic jas. Maar, nee. En er zijn er nog meer, maar ik ga niet zoeken, want dan ga ik zoeken voor het zoeken, weet je wel. Ja. Deze twee vond ik mooi, maar helaas. Het is zo druk trouwens. Dus ik zie door de boom het bos niet meer. Dus ik denk dat we er weer uitgaan. Ik wil alleen nog voor één item een beetje zoeken. En dan gaan we aan. Het is echt niet normaal druk. Oké, dit was oprecht. Echt een super vette vintage winkel. Ze hebben echt super veel coole dingen, maar het was gewoon zo druk. Ik kon gewoon, soms kon je gewoon niet draaien en dat vond ik gewoon niet chill. En ik kon ook niet echt chill zoeken en ik vind het ook niet leuk. Dus hadden we zoiets van, of had ik zoiets van, nou, laat maar. Erg leuk, die Burberry jas. Ik vond het ook heel vet. Blij dat ik het gezien heb. Ik denk dat, mocht ik een keer terugkomen met Ro, want we willen samen nog naar Parijs. Dan gaan we op een doordeweekse dag, dat wat rustiger is, hier terug. En dan ga ik echt een video ervan maken. Lijkt me echt leuk. Nu naar een cafeetje, toch? Ja. Even wat koffie halen. Café Kitsume. Oh, het is heel... Het is... Nee? Oh, het is ver, ja. 21 minuten lopen. Dus we gaan even kijken hoe het is met OV. Want ik heb echt moeite. En ik heb nieuwe schoenen dus aan. Die trouwens net smerig zijn geworden. Ik heb net op mijn eigen teen gestaan. Het is echt super kut. Maar dat maakt niet uit. Ja. Op het plein bij het Louvre. Meestal, dit is zeg maar het Louvre, maar aan de andere kant zit dat glazen punt, weet je wel, het puntdakje. Daar komen we zo meteen nog wel even bij. Maar volgens mij aan die kant ergens gaan we dus naar Café Kitsume. En ik ben zo gelukkig met het weer. Echt super chill. Zie ik het heel van iets aan het opzoeken volgens mij, omdat we... Nee, er zit een foto op Instagram. Oh, laat maar. Maar wat we dan heel eventjes gaan doen, is heel eventjes naar ons hotel. Daarna. En dan ga ik heel eventjes schoenen wisselen. Ik heb pijn. Blaren en zo. En zie ik wel een andere trui aan. Nog steeds plekjes. En daarna gaan we weer terug. Denk ik. Ik moet ook heel eventjes liggen met mijn rug. En daarna gaan we weer terug. En dan gaan we eten. Denk ik. Veel eten. Het is 1:04. Maar we hebben best wel veel gedaan ook vandaag. Echt veel gezien. Veel metro's gehad. Etage 0. Nee! Daar hebben mensen aan. Oh, gelukkig, er staat niemand. Oké. Ja, go! Got him. Inmiddels hebben we een tijdje gereisd en we lopen nu in de buurt van Paris New York Burgers en daar gaan we eten. Dit ziet er zo fucking lekker uit. Gaat ie? We hebben net een foto gemaakt met Flits. Ben je in de meter?
heel veel zin in. We hebben net super lekker gegeten bij Paris New York Burger. En Zico heeft een Uber besteld en ik weet niet waar we naartoe gaan. Ik ben bijna jarig. We zijn bij een rooftop bar. En hier is de Eiffeltoren. Komt u zich? Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Yay! Happy birthday to me! Oké. Gisteren waren we nog dus op die rooftop bar en daarna naar de Eiffeltoren gegaan. En ik heb daar shots gemaakt, want precies om middernacht ging de Eiffeltoren aan. En dat was echt super, super leuk. En inmiddels is het trouwens wel een beetje een bende geworden hier in de kamer, maar dat maakt helemaal niet uit. En ik heb dit aan vandaag. Het is een beetje misschien een raar truitje, maar vond ik wel leuk. En ik weet niet waar naartoe. Waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe? Ik heb geen idee, ik zei doe maar wat. Merci. Dat is de street hier van de rijtje. Oké. Merci. Au revoir. Oh, dankjewel. Met drinken vergeten. Midden op de weg eruit gezet. Maar ja, kijk! Kom, steek hier over. Oh! Ah, waar kan ik heen dan? Ik ga er wel over heen dan, ja. Gaat zo, hoor. Oh! Oké, zie ik had dus even opgezocht en dit is de rondvaart Bas van Frankrijk. Ja, ja, ik krijg de beste ster deze. Beste rating. Ja, ja. Ik had best wel even mijn jas aan mogen doen dan. Het is echt lekker weer, dus ja, ik hoef niet in. Ik heb 3 of 4 keer eigenlijk uit de gebak genoeg was. Ja, dat is wel waar. Ik wist dat we het water op gingen. Dus vanmorgen belde ik met mijn moeder. En toen zei ze dat het gewoon echt... Oh nee, mijn vader zei het. Of mijn stiefvader. Die zei dat het gewoon gevroren heb vannacht. En ik loop gewoon zonder jas in Parijs. En zie ik hem met zijn zomerjassie. Chill! Het is zo lekker toeristisch, maar ik vind het zo leuk om te zien. Zo mooie brug is dit. Je n'ai avant l'éparpillement du savoir lorsque la plaza de l'assentamiento en sus orígenes fue un puerto llamado la red. Het is nu weer warm binnen, want het is echt best wel fris. Maar was het zo super leuk. We zijn nu bijna terug, maar het was de hele tijd echt heel erg leuk. En net bij de Eiffeltoren heb ik eventjes niet meer echt gevlogd, want we waren foto's aan het maken. Ik had zeg maar foto's met Zico's telefoon dan van mij gemaakt. Ik ging met die wegwerpcamera van Zico door mijn knieën, helemaal find the angle. En ik ben heel erg benieuwd altijd. Ik weet niet of jullie het nog weten, laat maar in de comments even achter als je het nog weet. Dat Zico en ik dus naar Maastricht en Groningen zijn geweest. Ook een wegwerpcamera hadden, die hadden we ingeleverd en die foto's hebben we nooit teruggekregen. Dus, als je foto's hebt gevonden en je werkt bij de kruidvat, stuur ze mee. Dus, ik hoop dus wel heel erg dat deze wegwerpcamera gewoon netjes ingeleverd wordt en weer netjes de foto's terugkrijgt. Dat we netjes de foto's terugkrijgen. Nu een crepe halen, deze met kaas. En ik heb nooit eerder een crepe gegeten. Heb jij dat ooit gegeten eigenlijk? Okay. Een crepe? Ja. Ik heb nog nooit. Het zou het gewoon. Ja, een pannenkoekje. Oh. En we zijn nu weer ergens anders. We hebben net een crepe daar gehaald, die heeft Zico. En we zijn nu bij Trocadero. Oh, ik zit net op het zoeken. Trocadero, ik denk het. En daar heb je een heel mooi view op de Eiffeltoren. Dat is echt heel mooi. Maar hier is zeg maar die plek. Maar je met een schuine wand waar iedereen op ging zitten en een foto ging maken. Je kent mij, dat wil ik ook natuurlijk, hè. Oké, een mee is jarig. En heel Frankrijk moet het weten. Muziek. Ik ga zo stuk om mezelf. Ik wist niet dat ze zo groot waren. Mag ik er even eentje vastpakken? Ik wil net die wegwaait. Ja. Maar ik wist niet dat ze zo groot waren. Ja, je bent zelf ook wel een beetje groot, dus perspectief gezien.
ik ben ook wel, je hebt wel gelijk. Maar het was, ik stond vrij voor lul. Maar het is wel heel grappig, ik kan wel echt lachen om mezelf. Ja, ik ook. Om jouzelf. Ook om, nou ja, kijk hoe je erbij staat. Kijk hoe je erbij staat. Ja, nee, kijk, ik wilde gewoon... Eigenlijk, als ik eerder ben, had ik in mijn hoofd van... Oh my god, echt zo'n leuke foto. Maar nu is het gewoon echt een grappige foto. Zo leuk. En dat is 10 keer leuker. Die zit me nog steeds belachelijk te maken, want hij wil ze niet wegdoen. Takkie, takkie. Lekker nummer. Het was wel chill dat die muziek erop had. Kijk. Nou, we kunnen ze bewaren. We kunnen ze bewaren, ja. 3 hebben we er weer. 29. 29, jong. Maar nu zit, ja. Oh, we gaan richting 29. Oh nee. Laat maar. Daar is de 2. Daar is de 6. Die gaat er nu ook aan. Eigenlijk echt super zonde om dat te kopen voor één foto. Zou je denken, maar ik heb echt heel veel lol gehad ermee. Oké, we lopen nu weer underground en we gaan nu eventjes weer terug naar het hotel. Gisteren waren we namelijk iets te lang voor mijn rug, zeg maar, doorgegaan. Dus we gaan eventjes weer terug, even pauze nemen. En daarna blijkbaar nog meer verrassingen en dingetjes en zo. Super lief, super leuk. Maar dat wil ik nog heel veel zeggen. Het OV is super goedkoop als je een Paris visite, dus een Paris visit, volgens mij noem je dat dan zo, kaartje koopt. Het is 4,80 per dag per persoon. Dus dat valt echt heel erg mee. Oh, en dan kan je trouwens met bus, trein, tram, metro, alles wat ze hier ook hebben. Ik weet niet wat ze hier hebben allemaal. Wij hebben alleen maar de trein en de metro genomen. Maar echt super chill en heel goedkoop. En je krijgt dan, wat wij pakken, zo'n kaartje. Moeten we wel deze hebben toch? En die steek je eraan. En dan komt hij eruit. Oeh, en dan mag jij erin. Auw. Oh, ging niet goed, niet soepel. Oké, we zijn heel eventjes in de kamer geweest. En op een of andere manier is hier altijd super warm. Dus het raam hebben we vol open. Dus het kan zo zijn dat je auto's hoort en zo. Want er zit op zich best wel bij een drukke weg. Maar eigenlijk zat een beetje in mijn planning om in Parijs naar de winkels te gaan. En nog een leuke outfit te... Ja, precies. Om nog naar een leuke outfit te zoeken voor mijn birthday evening. Maar ik had er helemaal geen zin in. En eigenlijk hadden we er geen tijd voor. Omdat we gewoon heel veel dingen wilden zien en heel veel dingen wilden doen. Dan moet ik wel weer zeggen, normaal gesproken vind ik het super leuk om te winkelen. Maar nu was het en niet nodig. Want ik heb gewoon zoveel spullen. En ik had wat beters te doen. Dus nu heb ik gewoon... Mind you, dit is mijn verjaardagsetentje. Hè? Ik heb gewoon een hele grote trui aan. Met flared pants en Dr. Martens. Het is niet lelijk hoor, maar hè? Beetje jammer, ik doe helemaal mijn best. Je gaat helemaal in je pantalon. Dit is dus mijn outfit. Ik heb even mijn knotje even opnieuw gedaan. Daar ga ik nu niet een scrunchie in doen. Ik had er een roze scrunchie omheen. En mijn tip is hierbij om echt zo'n... Hoe heet het ook weer? Zo'n elastiekje met van die rondjes. Dus dat het niet... Oh, hoe heet dat nou ook weer? In ieder geval, zo'n... elastiekje dat zo helemaal zo om je haar heen gaat en niet het echt knikt. Maar dan kan je gewoon zo'n knotje... Zoiets. Oh, en dan in een rondje. Ja! Dit in een... ja! Deze in een rondje. Ik begreep je uitleg gewoon. Hoe heet dit ook weer? Maar die... Dit is een telefoondraad. Maar dat is een telefoondraad. Maar dan kan je gewoon lekker dit soort knotjes maken. En ze later in de dag gewoon los... Hij is wel heel erg pluizig, maar ik gooi er gewoon wat water op nu. Of zo. Maar dan kan je dat soort gekke knotjes maken. En dan kan je het gewoon eruit halen en dan heb je gewoon stijl haar. Want ik heb nu wat minder het knotje gehad. Maar dit bijvoorbeeld zat er gewoon in. En dat zie je gewoon niet. Dus dat is wel een goede tip. En ik deed er omheen een scrunchie omdat het er leuker uitzag. Maar nu ben ik dus luipaard en comfy sweater... Dus is dat niet nodig? Ik heb echt zin om te eten. En Ziek gaat me nog meenemen naar iets wat ik niet weet. En we gaan sushi eten. Zico die had van tevoren zoiets van ja, we gaan het eten. En dus wil ik een heel erg leuk restaurant of een heel mooi restaurant met lekker eten. Maar het moet wel echt een heel mooi restaurant zijn. Want M.A. wil natuurlijk altijd een mooie foto maken of zo. Maar we hebben nu een restaurant gevonden dat er niet uitziet. Maar vet goede rating heeft met sushi. En de sushi ziet er ook echt heel lekker uit. Dus daar gaan we naartoe. Ik ben benieuwd waar we nu naartoe gaan. Ik hoop dat ik niet underdressed ben voor de verrassing van Ziek. Maar Ziek kennende, en dat bedoel ik niet lullig. Dan ben ik dat niet. Dat bedoel ik juist...
overdressed. Goed, dan ben ik meestal overdressed. Oké, we hadden echt heel erg files, we zijn nu uitgestapt. En moeten we nu lopen? Moeten we, wat gaan we doen? Ziekest. We gaan hierin. Want hierachter zeg maar, heb je gewoon een normaal restaurant. Maar daar... Wat is hierachter? Wat? Zeg maar, dit is een normaal restaurant. Maar een wat voor? Een normaal gewoon restaurant. Oh, restaurant, ja. Maar daarachter heb je een hidden cocktailbar. En een cave. Echt? Als het goed is. Oké, ik denk dat je helemaal niks ziet behalve dat kiertje. Maar dit is een soort van deur waar we erheen kwamen. Een soort van achter de keuken. En we komen nu in een hidden cocktailbar. Oké, het is echt net open, maar dit is een beetje de kaart. En er komen nu al mensen binnen, dus ik ga nu snel nog wat filmen. Maar het is echt gewoon een soort van cave. Dit is zo vet, zie ik zeg naar het toilet. Maar oké, echt heel cool. Wat zullen jullie nemen? Kaarsje midden, birthday shot. Wat je eerst moet doen, is kaars uitblazen en daarna shot. Ik krijg er warm van, dus ik heb mijn trui uitgedaan, maar dit is zo leuk. Ik heb me een beetje laten adviseren. Dit is een zoet drankje en hij zegt super lekker. En ziek heeft een andere. Oké, ik moet plassen. Maar ik vind het heel vet, dus ik ga het jullie gewoon laten zien. Behalve dat de wc-bril geen wc-bril heeft. En het nu bezet is, denk ik. Maar dit is gewoon de wc. In een soort van dungeon of zo. Echt niet normaal. Maar ik vind dit. Ik ga het even op de wc doen. I don't care. Ik vind het zo vet hier. We gaan er weer vandoor. Eens kijken. Nu kan je misschien wat beter zien hoe we gaan. Nee, je moet naar je toe trekken, lief. Oh, ja. Cocktails. Oké. Weet ik. Oké. Kijk, nu zijn we in de keuken. Merci. Dank je, schat. Dit is zo cool. Op een of andere domme manier heb ik echt het gevoel, ik ben special. Ik kom uit de keuken. Ik weet waar ik vandaan kom. Zie, ik neem me al het hele weekend mee naar allemaal spots. En nu zijn we erg bij Pompidou of zo. Geen idee waar we allemaal heen gaan. Dat is echt wel leuk. Want ik ben super vaak in Parijs geweest. Maar bijna alle plekken waar ik nu ben geweest, behalve de toeristische dingen dan, was ik nog niet geweest. Dus dat is wel heel leuk. En nu gaan we sushi eten voor mijn birthday. Oké, we zitten in een restaurant die er niet echt per se super aantrekkelijk uitziet. Want het is ook heel erg klein, dus je kan er niet heel veel. Maar het is helemaal vol, dus we zijn blij dat we gereserveerd hebben. En alle sushi die ik zie, ziet er ook heel lekker uit. Dus ik ben echt heel erg benieuwd naar het eten. Merci. Oké, we hadden net miso soep en nog een soort van salade. En dit is onze eerste ronde. Ik weet niet meer wat het is. Garnaal en dit is een dragon roll. En ik heb er super zin in. Oké, het is een Battlefield, maar het is zo, zo lekker. Een Battlefield omdat we zo'n klein tafeltje hebben. Maar dat maakt wel niet uit. Het is zo lekker. Oké, niet normaal, maar we hebben het gewoon op. En dat had ik niet verwacht. En we hebben eigenlijk ook niet zo heel veel. We hebben eigenlijk ook niet voor heel veel geld of zo besteld. Dus wij dachten van, nou, dit is ronde 1. Oké. Maar we zitten vol. En ik kijk nu naar het toetje. En ze hebben mochi. En ik zit te denken aan mochi lychee. Welke zou jij nemen? Ik denk dat heel veel mensen chocola willen, maar dat lust ik niet. Oeh, pistache. Van gisteren, van de lekkerste sushi in mijn leven, naar een soort van foodcoma in bed slapen en... Dat was heel erg scheldwoord nacht gehad. Echt, ik heb bijna niet geslapen. Maar ik merk er nu niks van. Om 7 uur viel ik wel weer in slaap een beetje volgens mij. Dus ik heb wel wat geslapen. Maar we zitten nu weer in de auto naar huis toe. Het is inmiddels 11:15.
En we komen als het goed is 3:30 aan thuis. En dan is het wel heel erg leuk, want dan komen opa en oma, mijn moeder en stiefvader voor mijn verjaardag nog even eten. En mijn moeder die dulde geen tegenspraak en zij is eten voor ons aan het maken allemaal. Dus ik ben heel erg benieuwd wat het allemaal wordt. Ik wilde zelf gewoon iets heel lekkers bestellen. Maar oké. Nou, we komen net weer thuis. En mijn moeder heeft allemaal slingers opgehangen voor mij. Wat lief. We hebben net even wat boodschapjes gehaald. En we gaan nu snel even wat dingen klaarzetten. Zodat mijn opa en oma komen niet meer vanavond. En dat, die zie ik gewoon morgen. Dus dat is helemaal goed. En wat nog meer? Nou, in ieder geval mijn moeder en mijn stiefvader komen er zo aan. Dat is gezellig. Maar nu moeten we dus even snel... schakelen. Moeder en mijn stiefvader waren hier net. En ik heb een hula hoop van moeder gekregen. Voor mijn verjaardag. Met van die gewichtjes erbij. Oh, mijn buik! Ik doe het al langer dan een minuut! Oh. Zie ik gaat nu voor het eerst. Zo meteen raak ik allemaal dingen. Doet zeer wel, hè, die dingen. Oké, we zijn nu inmiddels ook nog even naar de Albert Heijn geweest. En allemaal helemaal gezellig en helemaal leuk. Maar we zijn kapot. En het is 9:15. En we gaan nu serieus naar bed. Echt, ik kan niet meer. Ik hoop heel erg dat jullie deze birthday Parijs vlog leuk vonden. Vond je het leuk? Laat dan even zeker weten in de comments. Zou ik super leuk vinden om te lezen. En trouwens ook nog even bedankt als jullie de foto op mijn Instagram hebben geliked. Waar ik die hele grote 26 vast heb. Want die is echt bizar veel geliked. En ben bizar veel gefeliciteerd. Dus echt, ik vond het geweldig. Dus heel erg bedankt. Mocht je benieuwd zijn naar de uitkomst van de foto's in Parijs. Kan je me zeker even volgen op Instagram. Zie ik heb het ook een paar foto's op Instagram geplaatst. Dus het zou leuk zijn als je ons eventjes bekijkt. En ja, tot snel. Bedankt. Doei doei. Mwah.